Ja, das ist ein Intensivbands. Josie hat vor allem auch Chocolate, Angry Birds, Anna en Elsa van Frozen, Dora, Minions, noem maar op. Daar is ook veel kritiek op, maar dat zijn, dat, die vallen allemaal natuurlijk onder die uitzondering die van de verpakking gelden. Die idolen mogen allemaal niet worden gebruikt in andere reclameuitingen. Dus je mag Dora, Elsa en Angry Birds nergens anders zien dan op verpakkingen. Wat een topregel. Dan kunnen wij dat dus ook doen. Op onze Smikkeljuice-verpakking moet ook een actieheld. Daag me uit. Ja. Prikkel maar. Zoontje, dochtertje. Ja? Die zegt, pap, ik wil wat te drinken. Jij geeft hem Smikkeljuice. Wat moet hij dan zeggen? Fat man. Fat man. Dat wordt het. Tik hem aan. Fat man. Nu we een drankje en een boegbeeld hebben, wordt het al echt. Het moment om ons aan te sluiten bij de Club van Voedselfabrikanten, de FNLI. Kunnen we meteen horen wat de zelf opgelegde regels en de uitzonderingen zijn. Ik ben een oriënterende vraag. Namens een cliënt van onze start-up. Zijn bezig met een nieuw product. Heeft u misschien suggesties? Het gaat onder andere over marketing, een marketingvraagstuk, hè? Wat mogen zij wel, wat mogen zij niet? Ja, ze kunnen wel lid worden. Ja, oké. Okay. Alle informatie. Dan wordt er een aanvraag, worden papieren opgestuurd. Ja. Papier opgestuurd. En dan bent ze lid en dan heb je schat. Dan ga ik gewoon even een mooie mail opstellen. En dan moeten we maar eens even kijken wat daaruit voortkomt. We gaan ons ook eens in deze wereld verdiepen via de andere kant. Tijd om undercover te gaan bij adviseurs. Het is natuurlijk fantastisch om een frisse drank op de markt te brengen voor kinderen. Maar niet de kleine groep dat wil gaan drinken. En die marketingregels, die zijn gewoon lastig. Gelukkig zijn er kindermarketingbureaus die ons een beetje kunnen de weg wijzen tussen de regeltjes door. Koekoe. Natuurlijk trekt de oude de portemonnee. Ja.